Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. Ja. Hele korte vraag, voorzitter. Is mevrouw Kaag van D60 bereid om in een kabinet te stappen waar GroenLinks of de PvdA geen onderdeel van uitmaken? Mevrouw Kaag. Ik ben bereid op dit moment de verantwoordelijkheid op me te nemen om deze impasse te doorbreken en verder te praten over de inhoud. Ik denk dat we de tijd moeten gunnen. Het is heel duidelijk waar wij voor staan en waar wij hopen uit te komen. Maar de wens en de eis, u vraagt mij iets wat ik op dit moment niet hoef te beantwoorden. Mijn inzet is namens D66 en u heeft mijn tekst gehoord. En wij zullen ons blijven inzetten voor een zo breed mogelijk, zo progressief mogelijk kabinet. Ja, mevrouw de voorzitter, mevrouw Kaag heeft over het doorstart van de huidige coalitie, inclusief de ChristenUnie, gezegd dat ze dat niet wilde, omdat dat zoiets is als doorrijden in een roestige auto. En nou begrijp ik dat wel van haar, want haar favoriete vervoermiddel is natuurlijk het vliegtuig. Van Niger tot Luxemburg, hoe meer CO2 je kan uitstoten, hoe beter, is het motto van mevrouw Kaag. Maar los daarvan, het is een harde uitspraak. U zegt over uw huidige coalitiepartner, de ChristenUnie, dat met die partij doorgaan is als rijden in een roestige auto. En mag ik ervan uitgaan dat dat betekent dat u dus niet met de ChristenUnie in die roestige auto wil gaan? Of houdt u van rijden in roestige auto's? Mevrouw Kaag. Dat ik al in antwoord op de heer Azarkan heb gezegd dat het voor ons op dit moment niet wenselijk is en niet logisch. Wij zien een aantal grote verschillen. Wij zien ook andere opties die recht doen aan de stem die wij hebben gekregen van de kiezer. En uw andere opmerking, ik weet niet of ik van de Kaagbaan ben vertrokken, maar de ministeries kijken altijd heel zorgvuldig naar de overvolle agenda. In dit geval van iemand die twee ministeriële banen doet, partijleider is en ook hier nu is. En soms is het logistiek de enige optie om weer terug te zijn in de Eerste Kamer. Dan moet je helaas noodgedwongen van de korte vlucht gebruik maken. U zult het in het schema zien van alle anderen. Ik ben helaas niet de enige gebruiker. We zullen allemaal nog een tandje bij moeten doen en fietsen naar Luxemburg ben ik niet fit genoeg voor. De heer Wilders. Nee, natuurlijk. Blijf vooral lekker vliegen, zou ik zeggen. Het probleem is niet dat u vliegt. Het probleem is dat u voor andere mensen hele hoge waarden stelt. Hè. Vliegen mag niet, extra belasting, vliegbelasting, noem maar op. Maar dat u zelf gewoon naar Luxemburg en niet dat de auto of de trein gewoon dat allemaal smoesjes komt. Allemaal, nee, mevrouw, u komt met allemaal smoesjes. Maar goed, daar gaat deze interruptie niet over. Ja, ik vrees, het is toch wel eigenlijk wel komisch om hier te staan om zo naar de heer Wilders te moeten luisteren. In de eerste instantie heb ik natuurlijk taken in het landsbelang waardoor ik noodgedwongen mij verplaats. En dat doen we met de middelen die we daartoe hebben. U zult helaas nooit in die positie zijn, want u zult denk ik nooit regeren. Niet zolang D66 in deze Kamer zit en mensen op ons stemmen. Want het is ook juist omdat u een discriminerende politiek voert. En daarom bent u uitgesloten. Dus ik wens u ooit toe de kans dat u ooit de mogelijkheid zou hebben om u zich te verplaatsen dat u minister zou zijn, want dat betekent dat de PVV van koers is veranderd. Het tweede is, we gaan beginnen, wij nemen verantwoordelijkheid, wij lopen niet weg van katshuissessies, wij lopen niet te gillen op Twitter, wij beledigen geen mensen, wij discrimineren niet. Dat is fatsoen, dat is een rechte rug en dat is voor beleid staan, ook als het moeilijk is, meneer Wilders. Ik moet de neiging onderdrukken om het gevoel te hebben dat ik hier eerst een grap moet vertellen, omdat het allemaal vrolijk moet. Maar misschien lukt het ook wel met een gewone interruptie. Maar mevrouw Kaag houdt hier de optie open dat afhankelijk van de partijen die meedoen, dat de uitkomst toch is dat we onder die ondergrens gaan zitten. Nee. Waarin een volgend kabinet de rechtsstaat respecteert. Dat was waar het antwoord op neerkwam. Als dat rechtgezet moet worden, dan hoor ik dat graag. Ja, mevrouw Kaag. Ik weet niet of ik het moet rechtzetten. Het is uw begrip, maar ik denk dat niemand anders het zo heeft begrepen. Maar zeker niet. Dus ik wil u geruststellen. Natuurlijk gaan we niet onder een ondergrens. Dat zeg ik net. Er is ook een D66 duidelijke inzet daarop. Het andere is natuurlijk dat wij nooit hebben gezegd dat meedenken, meeschrijven per definitie betekent dat wij meedoen. Wij zullen ook het eindresultaat beoordelen op wat er ligt. De heer Dassen, als u dat geruststelt via de voorzitter. Ja. Ja, schiet mij maar lek, maar ik vraag u, mevrouw Kaag. Er hebben veel mensen op u gestemd uiteindelijk die een progressief kabinet wilden inderdaad. Wat betekent dat voor u, concreet? Mevrouw Kaag. Ja, ik weet, het kan aan de akoestiek liggen, kan aan mijn woordenkeus liggen. Ik heb net twee voorbeelden genoemd, uitwerking van een klimaatuitdaging. Ik heb een voorbeeld genomen binnen de grote sector onderwijs. Ik heb leerachterstanden genoemd. Onderdeel van de oplossingen is kijken in welke wijken, waarom leren kinderen slechter. Het komt door ten dele is het een gevolg van
van de opleiding en financiële omstandigheden van de ouders. Wat kunnen we daaraan doen? Ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ja, mevrouw Hamarijnis vindt die misschien niet leuk, maar ze zijn heel consistent met D66. Ze zijn praktisch, ze staan in ons verkiezingsprogramma, ze staan in de brieven aan de informateur en ze horen echt bij een groot deel van uitwerking van uitdagingen die we hebben. En ja, ik kan het nog een keer herhalen. Ik heb ook andere voorbeelden. Doet er niet toe, maar mevrouw Marijnissen wil ze denk ik niet horen. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter. Uitwerkingen van uitdagingen die we hebben, ja, dat begrijp ik. Maar goed, ik moet concluderen vandaag dat we volgens mij een soort zomerslaapperiode gaan krijgen waarin mevrouw Kaag met meneer Rutte zich gaat opsluiten en iets gaat schrijven. Er wordt ook nog een vakantie achteraan geplakt. Maar ik word vandaag niet heel veel wijzer hiervan. Sorry. Nou. Ja, dank u wel, voorzitter. En aan de minister of aan de fractieleider van de D66. Ik haal het altijd door elkaar, de ene keer. Maar. Ja, iedereen staat hier nu als fractieleider. Ja, ik hoorde mevrouw Kaag zeggen van een van de opgaven is hoe kunnen we Nederland groener maken? Nou, daar hebben wij hele simpele oplossingen voor in ons verkiezingsprogramma. En dat is in ieder geval landbouwgrond niet gelijk opofferen voor woningbouw, volplempen met zonneparken, megazonneparken, de windmolens op het IJsselmeer en Noordzee niet helemaal volplempen. Daar zijn gewoon hele simpele oplossingen voor. Alleen D66, die kant, die wil graag al die woningen op landbouwgrond hebben. Die wil die megazonneparken zo graag hebben. Dus mijn aanbod staat om dan misschien nog eens even met ons te praten. Dan nemen we samen het verkiezingsprogramma door. Daar staan gewoon hele praktische punten in. En de vraag is, wil mevrouw Kaag daar naar kijken? Ja. Mevrouw Kaag, we staan altijd open voor goede ideeën. En dat kan altijd meegenomen worden. Er zullen veel bij de VVD ook, denk ik. Dus alles wat kan werken, wat past binnen de ambitie, daar wordt altijd naar gekeken. Je zou dom zijn om tegen een goede oplossing te zijn. Er is helemaal niks uitgeklaard. Ik ga van u zit uw eigen interpretatie te geven van mijn woorden. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik klaar helemaal niets uit. Dus ik vind dat zij daar sympathie voor heeft, dan heeft ze daar sympathie voor. Of je dat nou leuk vindt of niet. Wat krijgen we nou? Gaat die Rutte nou mijn woorden hier interpreteren en dan zeg ik ben blij dat het is uitgeklaard. Ga weg. Mevrouw Kaag. Ja, het is iets heel ongemakkelijks. Het is niet altijd, en ik ben de heer Rutte, mijn collega Rutte, zeer erkentelijk. Ik zeg één ding. Het moet soms heel makkelijk zijn om Geert Wilders te zijn, want u gooit de meest verwerpelijke aantijgingen de lucht in. U herhaalt het op Twitter, u neemt geen enkele verantwoordelijkheid en u weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. Ja. En niets anders. Er is geen parlementair debat voor nodig. U weet precies wat ik denk en ik weet wie ik ben. En ik sta ook in een andere rol voor het kabinetsbeleid. Dat is zorgvuldig, met inachtneming van de veiligheid van Nederland, met inachtneming van de rechtsstaat. En ik vraag me wel af waar u staat, meneer Wilders, als het gaat om de rechtsstaat en de rechten van één ieder, inclusief de plicht om het moeilijke te doen. U zult het nooit meemaken en gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet. Dank u wel. Ik wil daar, meneer Wilders, voordat u daar iets... Nee, ja, maar ik wil daar... Zeker, ik geef u straks alle kans, maar u heeft wel een aantal woorden gebruikt als het gaat over sympathiseren met ISIS. De heer Rutte heeft geprobeerd daar duidelijkheid in te brengen en u blijft zeggen dat u staat achter deze opmerking. Ik wil daar wel van zeggen dat ik me daar verre van werp als voorzitter. Dat geldt ook voor de bewoordingen van een gekozen Kamerlid, mevrouw Bouchalikt. U gaat over uw eigen wording, maar ik vind het wel belangrijk om dit kenbaar te maken te hebben. Het gaat ook over de waardigheid van ons als Tweede Kamer, het kabinet en onze Kamerleden. Meneer Wilders. Het maakt me helemaal niets uit wat u ervan vindt. Ja, dank u wel. Ik wou eigenlijk een punt van orde maken, want de D66 en VVD die worden geacht hier straks zeg maar te gaan schrijven. Maar de fractieleider van de VVD is tijdens het hele betoog van mevrouw Marijnissen niet in de zaal. En ik vind dat eerlijk gezegd vind ik dat niet kunnen. En ik hoor zelfs gewoon heel hard lachen op de gang. En ik zou eigenlijk willen vragen of de heer Rutte en mevrouw Kaag gewoon gedurende dit debat, waar gewoon elke partij een serieuze inbreng heeft, en daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar of ze wel gewoon in de zaal willen blijven zitten. Tenzij er natuurlijk een hele dringende boodschap is. Maar ik stoor me daar wel aan. Dank u wel. Aan. U heeft uw punt van orde gemaakt en volgens mij wordt dat ook gehoord. Het is aan de leden uiteindelijk, maar het is inderdaad wel goed om daar even aandacht voor te vragen. Mevrouw Kaag,
D66. Nou ja, ik was hier gewoon, dus ik heb mevrouw van der Plas gehoord. Ik wilde even zeggen dat de heer Rutte en ik, of ik en de heer Rutte, maar het is de heer Rutte en ik, wij zijn hier als fractievoorzitters, partijleiders, niet als dimissionair ministers. Dank u wel. Ja, mevrouw Marijnissen. Kort op willen reageren. En ik zie dat de heer Rutte inmiddels ook weer aan boord is en meeluistert. Dat is fijn. En ik begrijp dat u in deze rol hier vandaag zit, mevrouw Kaag, vanzelfsprekend. Maar u heeft natuurlijk ook een rol in het demissionaire kabinet. Daar mag ik u natuurlijk ook op aanspreken. En als ik keer op keer aan u vraag, net, word nou eens concreet. Zeg nou eens, er hebben veel mensen op D66 gestemd. Wat is nou voor u? Wat zijn de eikpunten voor een progressief regeerakkoord dat uiteindelijk moet komen? Ja, dan wordt mij dat niet duidelijk. Dan komt er niks. Dus ja, verwijt mij dan niet, zou ik willen zeggen, dat het beeld nu, denk ik, echt niet alleen bij de SP-fractie, hoor. Maar dat is misschien ook een beetje de kloof hier tussen Den Haag en de rest van het land. Dat het beeld bij heel veel mensen op dit moment is dat er een zomerslaap komt, dat u met z'n tweeën gaat schrijven, dat eigenlijk niemand weet welke kant het op gaat, dat er ook nog een vakantie achteraan wordt geplakt en dat er dan half augustus, serieus, 5 maanden na de verkiezingen, half augustus, pas echt serieus onderhandeld gaat worden. Mevrouw Kaag. Even heel praktisch. Ik heb een aantal goede voorbeelden genoemd. Mevrouw Marijnissen wil het niet horen of wil het niet accepteren. Dat is fijn. Er is een proces, dat is uitvoerig besproken. En we hebben zo, horen we van de informateur wat er gaat spelen. En het derde was gewoon, het eerste punt was een punt van orde. We zitten hier allemaal als collega Kamerleden. Dus het is niet gepast om dan die hoede gemakshalve even te mengen. Wij zitten geen van allen die geen dimissionair minister zijn in vak K. We staan hier, we kunnen gelukkig een keertje ook terugpraten wanneer er dingen worden gesuggereerd, laat staan buiten kaders worden getreden. Maar het is heel belangrijk dat ik wel weet waar wij voor staan. Dat weet de kiezer ook. En daar hebben we ook 24 zetels aan te danken. Een groot verschil met de SP. Ja, zit mevrouw Kaag nogal hoog, begrijp ik. Volgens mij kan zij ook in haar andere rol gewoon terugpraten, zoals ze dat benoemt. En waar het mij om gaat, is dat ik nog steeds niet overigens geen duidelijk antwoord krijgt. Als u zich blijft verhullen achter vaag taalgebruik uit uitdagingen voor de toekomst, ambities voor de volgende generatie. Ja, ik word daar niet wijzer van. Voorzitter, we zitten hier zoals de dimissionair minister-president en nu in de rol van fractieleider van de VVD gisteravond zei tijdens het debat over de eurotop. We gaan heel lang praten over iets waar geen voortgang in zit. Om voortgang te bereiken is mijn voorstel voor meer een minderheidskabinet. En gapeldikkie regeren. Een minderheidskabinet staat dichter bij elkaar, moet onderhandelen met de hele Kamer, wat leidt tot meer democratische verhoudingen en dus uitstekend is voor het dualisme. Met een minderheidskabinet wordt ook gerecht gedaan aan alle kiezers. Niet zo moeilijk doen. Ga voor dat minderheidskabinet en geef Nederland waar het recht op heeft. Een bestuurbaar land waar oog en oor is voor iedereen. Verder wil ik voorstellen om zoals in Israël gebeurt, stel een deadline voor de formatie. Wordt de deadline niet gehaald, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dank u wel. Mevrouw Kaag. Een feitelijke aanvulling op mevrouw Van der Plas zei aan het einde. Het is zo dat er in eerste instantie in Israël een kiesdrempel is. En het tweede is er een tijdstermijn, maar het gaat dan aan de volgende partij die een regering mag vormen. Zo is bijvoorbeeld niet de Likud, maar de partij van Yair Lapid heeft een regering gevormd. En zit een kleine partij, is premier geworden. Het is iets complexer dan voorgesteld. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.